Dames en heren, hartelijk welkom bij de laatste aflevering van Operatie Interview seizoen 3. Zelden was het programma zo snel uitverkocht toen wij bekendmaakten dat de gast van vanavond, van vanmiddag moet ik zeggen, onze gast is. Over onze gast gesproken, die zit achter die deur. Als u een beetje meewerkt gaan we die met een ovationeel applaus direct naar binnen halen. Maar wat niet onbelangrijk is, achter die deur in de aanpalende ruimte zitten de drie geheime journalisten. Enige wedstrijdspanning was voelbaar toen ik er net nog even ging kijken. Zij kijken op dit moment mee via een scherm. Zij horen en zien alles wat hier gebeurt. En u bent er direct allemaal live getuige van. Geen tijd te verliezen. Hoog tijd om onze gast er binnen te halen. En gaan we beginnen met het programma Operatie Interview. Dames en heren, onze gast werd geboren in Rijswijk. Studeerde in Utrecht, Cairo, Exeter en Oxford. En aan het begin van haar buitengewoon carrière werkte zij voor het ministerie van Buitenlandse Zaken en in Londen voor Shell. Ze werkte daarna als diplomaat voor de Verenigde Naties en deed landen aan als Jeruzalem, Beirut, Nairobi en New York. Ze leidde de missie tegen de chemische wapens in Syrië en kreeg daarbij de bijnaam de Dutch Iron Lady. Ze spreekt 6 talen vloeiend. Ze is getrouwd met de voormalig Palestijns ambassadeur in Zwitserland. In 2017 keerde zij terug naar Nederland om minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking te worden in het kabinet Rutte 3. Een onwaarschijnlijke eer en genoegen om u te mogen aankondigen. Dames en heren, de minister zelf, Sigrid Kaag. Oh, ja. Dankjewel. Ja, we waren snel uitverkocht. Kon u het horen dat ik het zei? Nee. Toen we u op de website zetten, was het snel gebeurd. Het kan veel betekenen. Ik wil eigenlijk met u even beginnen naar iets waar u mij even aan herinnerde vlak voordat we opkwamen. U zei, ik ken u ergens van, tegen mij. Dat is niet zo ingewikkeld. We hebben naar elkaar 1 keer ontmoet. En het was op een D66-congres. En toen was daar een variant van De Wereld Draait Door. En het punt was dat u mijn tafeldame was. Mm-hmm. Maar u kwam wat later aan dan de bedoeling was. En dus ik had eigenlijk nog 1 minuut om u even te instrueren eigenlijk. En ik zei, nou, laten we niet te ingewikkeld maken. U bent gewoon de tafeldame van De Wereld Draait Door. Dus u mag eigenlijk doen en laten wat u wil. En u keek enigszins begripvol naar mij. En toen we vlak bij het podium waren, zei u, dat programma De Wereld Draait Door, wat is dat precies? Kunt u het weer herinneren? Ja, nu weet ik het heel goed. Ik was een beetje bang dat ik helemaal niet wist waar het over ging. En iedereen begreep duidelijk wel hoe het was, De Wereld Draait Door. En ik zat daar te denken, mijn god, heb ik het ooit gezien? Op vakantie, in een weekendje. Ja. Ik probeerde die minuut te gebruiken dat ik een soort flashback zou krijgen. Ja. Maar die kwam maar niet. Nee. Het bijzondere aan is dat ik daar wel deelgenoot van werd, maar niemand had dat gemerkt aan u. Maar het gaf me een soort gevoel van verwarring, maar ook van verfrissing eigenlijk wel. Kunt u dat voorstellen? Aan de ene kant kan je natuurlijk denken, iemand die toen al over de 50 was van, mijn god, heeft hij nooit De Wereld Draait Door gezien? Dat is natuurlijk 1 ding. Het andere misschien het verfrissende dat je verwacht van iemand die actief is op nationaal of internationaal niveau, dat ze dat wel weten of dat ze net even gegoogeld hebben. Wat ik natuurlijk had moeten doen, ik had even moeten googlen. Okay. Maar ja. Okay. Er zat ook een verfrissend element in, hè? Dat meld ik u. Ja. Ik wil even met u even. U bent natuurlijk een enorme carrière als diplomaat. Gaf u als diplomaat veel interviews? Ja, bij sommigen. Altijd wel, op alle functies. Maar het viel natuurlijk nooit op in Nederland, want men kende mij niet. En dan wordt het niet gevolgd. En bovendien was of in de regio of toch lokaal, om het zo maar te noemen. Vanaf de Syrië-missie heb ik heel veel interviews gedaan. En toen eigenlijk met name internationaal had ik ook momenten dat ik eigenlijk soms 's nachts ook werd gebeld. Bijvoorbeeld door Nederlandse radio of dit of dat. Ik had op een gegeven moment de fout begaan iedereen mijn directe nummer te geven. En toen werd ik op een gegeven moment, alles wat er in Syrië gebeurde, werd ik uit mijn bed gebeld. Ook toen de missie al lang klaar was. Dat ik iedere keer moest zeggen, nee, dat ben ik niet. Iemand anders doet het nu. Nu als minister hoort dat erbij. Ja. Wat is uw relatie tot het interview? Is dat een soort verwenende bijkomstigheid van het ministerschap? Omdat ik het misschien al die jaren al gewend ben af en aan. In Nederland is het natuurlijk anders, want men kijkt veel meer in je leven mee. Ja. Het gaat vaak, mijn inziens, soms minder over de inhoud, waar ik het graag over heb. En meer van, hoe voelt u zich nou en hoe ervaarde u dat nou? Begin natuurlijk bij aankomst ging het eigenlijk alleen maar over mijn man. In het zogenaamd hele geëmancipeerde Nederland. Veel van de haat en de focus ging over man. En dan zeg je, oh ja, en zij is minister. Dus dan denk je ook van, ja, Nederland, 21ste eeuw, waar hebben we het over? Dus ik moet zeggen, er was een soort blessure, wat mij betreft, emotioneel. Dat je een verwarring. En je moet dan ook tegen harden een beetje wat eelt weer op je ziel krijgen. Nou, die heb ik dan wel, denk ik. Maar u beschrijft ongeveer wel een beeld van een soort journalistieke kleinburgerlijkheid in Nederland waar u tegenaan loopt.
Nee, dat zijn uw woorden. Ja. Maar ja, weet je, Nederland blijft inderdaad wat dat betreft. Aan de ene kant zijn we natuurlijk heel nieuwsgierig in de wereld om ons heen. Maar we hebben tegelijkertijd ook vaak, merk ik weer, heel veel meningen. En dan is het steeds minder, lijkt het wel, gestoeld te zijn op een beetje feiten, een beetje analyse. En een beetje voorzichtigheid voor je tot een oordeel komt. Ja. Kunt u wel zeggen, helemaal overgeven in de interview, dat u echt de interviewer totaal vertrouwt? Of blijft er altijd een gereserveerdheid? Even denken. Ik heb er wel een paar gegeven rond 2014-15. Voor uw ministerschap dus? Ja. Ja. 2015 John Schorel, geloof ik, van de Volkskrant bijvoorbeeld. Hangt van het gesprek af. En hangt ook van het thema af waarvan je weet dat het erover zal gaan. Ik denk dat ik altijd een beetje op mijn kievieven blijf. Maar dat wil niet zeggen dat ik daarmee niet de dingen ga zeggen waarvan ik denk dat het gezegd moet worden. Oké. Okay. Nou, is het in die zin spannend, want u staat ook bekend als iemand die punctueel is in voorbereidingen. Wij kregen een alarmerend belletje van uw voorlichter die vroeg, moet ze nou eigenlijk alle cijfers van de operatie in Mali paraat hebben in dat interview? Dat is zijn vraag. Maar ja, ja, die was niet door u ingestoken, begrijp ik. Nee. Ja, maar hoe vindt u het nu in een interview setting te komen waarin u dus niets kan voorbereiden, niet weet wie u tegenover u krijgt? Ik ben een beetje nerveus. Ja. En ik heb ook al weken liep ik te melden dat ik dacht dat ik... maar dat heb ik wel vaker hoor. Bij, ik zou maar zeggen, ook wat serieuzere momenten. Dat ik denk van, ik heb te snel ja gezegd. Ik had het niet moeten doen. Dit was weer heel dom. Hier ga ik enorme spijt van krijgen. Ja. Ja. Ik denk dat het mee gaat vallen. heel even, ik zal even die titel, de Dutch Iron Lady. Is dat een eretitel waar u mee overweg kan? Ja, weet je, hij is vaak anders geïnterpreteerd dan hij mij was toegekend, tussen aanhalingstekens. Het kwam van de Syrische chauffeurs af van de chemische wapenmissie. Die zagen mij altijd op een maand af aan het hele land doorkrossen. Uit New York landen en dan weer meteen het veld in of voor hoge gesprekken in Damascus zelf. En die vroegen zich altijd af wanneer ik sliep of wanneer ik tijd had om te rusten. Dus toen zeiden ze altijd over mij op hele complimenteuze wijze, nou, ze moet eigenlijk een ijzeren gestel hebben. Daar kwam het op neer. Aha. Maar natuurlijk in internationaal met Newsweek en anderen die hebben dat vertaald als een soort Iron Lady, want de verklaarde chemische wapens van het regime zijn het land uit, vernietigd. Dus het kreeg een hele eigen mening. Het was niet eens over emotie of gebrek aan emotie. Even dan toch de actualiteit. Wat vindt de Dutch Iron Lady van het nieuws vanochtend dat Mark Rutte bekendmaakte dat Trump waarschijnlijk naar Nederland komt? Want was u enthousiast? Nou ja, het was geen verrassing voor mij. Nee, u was... Hij heeft daar gezegd wat u hem had verteld. ik was eigenlijk blij. Ik had het vorige week bij Wakker Nederland. Ja. Had ik daaraan gerefereerd op hele indirecte wijze. Ik zei, nou, dat kan misschien de komende maanden komen. En toen zei mijn woordvoerder daarna inderdaad, ja, maar dit is nog helemaal niet bekend. En ik dacht dus dat het al iets daar was doorgekomen. Ik was eigenlijk blij dat hij vanochtend zei dat het eventueel mogelijk is. Want dan was mijn verspreking was rechtgezet. Bij deze. Ja. Heel goed. We moeten altijd even de standaardvragen, die ga ik ook aan u stellen. Is er, wie hoopt u dat er door de deur gaat komen zo direct? Oei. Ik heb er niet over nagedacht. Er zijn meer mensen waarvan ik denk, ik hoop niet dat zij het zijn. Maar dat ga ik niet zeggen. Dat is logischerwijs mijn tweede vraag. Ja? Nee, wie hoopt u dat er nou echt niet door de deur komt zo direct? Nee, dat kan ik niet zeggen. Ja. Maar u heeft wel een lijstje in uw hoofd, volgens mij, hè? Ja. Nou, we gaan kijken of u gaat verrassen, want ik ga u meenemen naar de operatiekamer. Kom mee. Ja, bedankt. Kijk aan. Dat is hier. En ik ga u op die stoel zetten. Deze toch? Ja. Met de muziek, dacht ik. Met muziek? Ja. We begrepen via uw voorlicht dat Jan Smit, van waren we enorm door verrast. Ja, goed, hè? Ja, ja. Is niet waar, want we hebben... Het is niet helemaal waar, want we hebben gewoon Bach voor u gesteld. Dat wist ik wel. Dat wist u wel, oké. Okay. Ja? Oké. Okay. Goed, dames en heren. Dat is toch een spannend moment. Want ik ga nu de drie geheime journalisten die mee hebben gekeken en nu als het goed is hier achter de deur staan, daar mag u gewoon keihard applaudisseren. Dat hoort en ziet zij toch niet. Dames en heren. De eerste die ik heel graag met uw applaus naar binnen wil halen is de man die presentators bij RTLZ, daar ook columns schrijft. Dames en heren, Roderick Velo. De tweede die ik naar binnen haal was jarenlang de politiek duider bij Nieuwsuur. Schrijft politiek thrillers, maar is nu vooral bekend. En ik zie de voorlichter, want dat is een oud-collega van haar. Dames en heren, chef Haagse Politiek NOS, Dominique van der Heijden.
De laatste man is een absolute duizendpoot. Won de Libris Literatuurprijs. Schrijft essays, columns, reportages. Dames en heren, Abdelkader Benali. En, je bent mee zitten kijken. Ja. En? Ja, dat wordt een hele kluif. Ja. je zit eigenlijk in die zin ook op de volgorde. Want we gaan direct beginnen met jou, Roderick. Daarna Dominique en daarna Abdel. Dit is het moment dat jullie aan mij en vooral aan deze mensen gaan vertellen wat jullie gaan doen en hoe je het gaat doen. Roderick, begin bij jou. Nou, het kwam al een beetje naar voren in het voorgesprek met jou. Dat ze niet weet wat de wereld erdoor was. Dat weet ze inmiddels wel. Maar mijn idee is dat ze, ja, de afgelopen 2 jaar, mijn vraag is, is dit een hernieuwde kennismaking met Nederland? En weet ze eigenlijk wel wat er leeft onder de bevolking? Ze heeft 30 september vorig jaar heeft ze een mooie lezing gegeven, de Abel Hertzberg lezing. En daarin maakt ze zich zorgen over de populisme in Nederland, in Europa. En mijn kernvraag is eigenlijk of zij wel weet waarom zoveel mensen neigen om op die partijen te stemmen. Dus weet zij wat er leeft in de samenleving? En is zij op de hoogte van ja, wat er dus speelt onder de mensen? En waarom zij straks, die populistische partijen, bij de Europese verkiezingen komende week weer hoge ogen gaan gooien. Ja. En hoe ga je dat aanpakken? Nou, ik begin natuurlijk eerst om te vragen. Ik wil weten hoe zij is ingebed in de Nederlandse samenleving in die 2 jaar. Dat moet een stoomcursus zijn geweest. Aan de andere kant is zij natuurlijk ze is ook minister voor Buitenlandse Handel. Dus ze is veel in het buitenland. Dus ik wil eerst even op een rustige toon gaan vragen hoe ze zich ingebed voelt in die Nederlandse samenleving. En vervolgens moet ik toch wel echt weten of ze weet wat er leeft. Of ze weet waarom mensen op die partijen stemmen. Maar jij stelt echt dus grote vraagtekens of ze wel daar genoeg geworteld is en dat dat ook voelt. Maar ja, ik heb daar twijfels bij. Ja. En hoe uitzicht dat dan als het gaat om de doelstelling van jouw gesprek? Wanneer is het voor jou succesvol verlopen? Nou, als zij toegeeft dat ze toch niet helemaal in de gaten heeft wat het zegt. En dat allemaal 12 minuten. Ben jij nou, want ik volg jou met veel plezier, ook je interviews, jouw wandeling in Den Haag met politici. Je bent vaak, je durft hard te zijn, maar je tone of voice is vaak zachtjes, rustig. Ja. Dat is spannend, vind ik, bij jou als interviewer. Hoe ga je dat inzetten? Ja, ik begin dus rustig en vriendelijk. Ja. En daarna moet het harder. Ja. En gaan we dat merken ook in toonhoogte of dat je fysiek wat dichter naar voren? Nou ja, ik denk het wel. Ik denk als zij aan de oppervlakte blijft, dan wordt het vervelend, vind ik. Want dan krijgen we geen antwoorden. Dan wordt het publiek ook niet wijzer. Dan wordt het misschien wel onaangenaam. Ja. Dus je schuwt, je gaat zo hard voor die doelstelling dat een ongemakkelijk momentje niet geschuwd wordt. Nee. Goed. We kijken met belangstelling uit. Dominique, jij bent als tweede zo direct. Ja, ik kan hier denk ik prima op voortborduren. Kijk, ik behalve dat onaangename, denk ik. Want ik wil echt proberen om dichter bij Sigrid te komen. Hè. Normaal gezien zou ik mensen niet tutoyeren. Dan ga ik toch bij haar wel vragen aan haar of ze dat goed vindt. Kijk, zij laat boven de markt hangen. Op dit moment in alle interviews, ik heb een heleboel teruggekeken en teruggelezen, laten echt boven de markt hangen dat ze eventueel ervoor in zou zijn om partijleider van D66 te worden. En ik kan je 1 ding vertellen, ik geloof er helemaal niks van. Oh. Ik geloof echt niet dat Nederland haar in voldoende mate interesseert om dat te gaan doen. Dus wat ik eigenlijk wil proberen is kijken of ze mij, zonder dat ze het zelf in de gaten heeft, wil overtuigen of kan overtuigen van het feit dat ze dat misschien toch echt wel zou willen. En volgens mij, de benepenheid, dat zijn mijn woorden, maar die kwam al een klein beetje net langs, hè, in het voorgesprek. De benepenheid? Nou ja, misschien de kleinburger, dat het type vragen wat ze hier krijgt of het type gesprek. Ja, ze wil heel graag over de inhoud praten. Ja. Maar ja, we gaan hier natuurlijk niet een heel exposé over wat er op dit moment in Jemen en Saoedi-Arabië en zo. Dat is allemaal hartstikke leuk en interessant. Maar we willen nu echt natuurlijk, alle mensen hier willen volgens mij weten, wie is zij nou echt? Wat is haar doel in de politiek? En heeft ze dat er ook voor over om dat in Nederland, in dat toch in zichzelf gekeerde Nederland te gaan doen? Of is dit een opstapje voor een grote springplank om secretaris-generaal van de Verenigde Naties te worden? Ik zeg maar wat. Maar nou heb jij natuurlijk in jouw lange politieke carrière, heb jij natuurlijk verschillende bewindspersonen gehad die op duizenden verschillende manieren uitleggen dat ze het nu niet aan de orde is.
ben hartstikke blij met mijn werk. Hè? Allemaal van die omtrekkende... Nee, dat krijgen we allemaal. Het is niet aan de orde. Ja. De mens wikt, God beschikt, gaan we horen. ik hoef ook niet nu over na te denken, het is niet aan de orde. Nou, als ze dat ook echt overtuigd vertelt, dan gaan we er gewoon een handje helpen. Ga ik een handje helpen om erover na te denken of ze het echt zou willen of niet. Service Dominique van der Heijden. Ja. Dank, we gaan er naar uitkijken. Ja, Abdel, jij hebt natuurlijk een totaal andere manier van journalistiek en interviewen. Neem ons mee, wat ga je doen? Ja, nou, ik ben ingevlogen voor deze middag. Er was een afzegging. Onbegrijpelijk. En toen ik hoorde dat ik Sigrid Kaag mocht interviewen, dacht ik meteen, nou, wat een grote eer. Want het is een vrouw die ik fascinerend vind. Ja? Ik vind fascinerend. Waarom? Ja. Omdat ik er niks van snap. Omdat ik niet snap waarom zij terugkomt naar Nederland. Ik vind dat ze haar hoofd in een strop doet. Zij komt van een hele hoge diplomatieke carrière. Ze heeft volgens mij een fantastisch leven. Zowel professioneel als privé. En dan komt ze naar het benepen Nederland, waar je eigenlijk alleen maar kan verliezen. Ik kan haar uitleggen als iemand met een etnische achtergrond hoe gevaarlijk dat is. Nou, dus ik ga haar dus niet interviewen, maar ik ga het haar uitleggen. Dat ze eigenlijk, en jij eindigt met de vraag, deelt u deze analyse? Dat ze met deze mensen hiernaast me, kom je er niet. Nee. Ik wil haar wakker schudden. Ik wil dat het een gezellig gesprek wordt. Maar dat ze ijskoud weggaat. Oké. Okay. Nou ja, nee, maar tot mijn grootste heb ik jou vaak aan het werk gezien. Maar jij bent ook iemand, voor jou is contact maken cruciaal. Ja. En dus je moet ergens echt een contact zijn. Want dat moet in die eerste paar minuten geschieden. Hoe ga je dat doen? Ja, liever interview ik politici niet, omdat het namelijk nooit over contact gaat. Ja. Ik wil dat het een gezellig gesprek wordt. Oké. Okay. Dus het zal gaan over huisje, boompje, beestje. Oké. Okay. Over de gezelligheid thuis en of ze die gezelligheid van Oost-Jeruzalem hier ook heeft. En als ze dat niet heeft, dan zal ik haar aanraden om toch die koffers te pakken. Ja. Oké. Okay. Ja? Ja. Ja, want anders dan zie ik het gewoon. Maar even ja. je zit er vrij met een duidelijke invalshoek in, kunnen we wel stellen. Maar laat je ook ruimte om je te laten overtuigen? Dus heeft zij ook ruimte in dat gesprek met jou? Nee. Nee. Zo'n interview. Ik denk namelijk, als ik haar die ruimte bied, dan krijg ik weer die nieuwspeak van Den Haag. En dat wil ik niet. Oké. Okay. Nou, ze komt wel aan het woord. Ja, ze komt wel aan het woord. Is dat zo? Ik weet niet. Je gaat er een 12 minuten college geven gewoon. Nou ja, ik wil wel dat ze er gewoon beseft in wat voor land ze leeft in 2019. Goed. We gaan het meemaken. U heeft in ieder geval meegekregen dat het drie totaal verschillende interviews gaan worden. Roderick, wij zijn er klaar voor. Met jou. Ja. Briefje erbij? Ja, klein. Jasje dicht. Bent u er klaar voor? Ja, het is nu of nooit, hè? Ja, het is nu of nooit. Ja. Wij zijn er klaar voor. Dames en heren, het eerste interview. Nee, blijft u daar. Oh, okay. Mevrouw Kaag. Hallo. Dag. Dag. Ik ben Roderick Velo en ik werk voor RTLZ. En ik doe daar interviews en ik schrijf columns. En ik wil met u praten, het kwam al net een klein beetje aan de orde, met De Wereld Draait Door. Maar u bent sinds 2017 bent u minister. Ja. Daarvoor heeft u een lange carrière gehad bij de Verenigde Naties, een indrukwekkende carrière. En in 2017 bent u eigenlijk ingevlogen door uw partij D66 om minister te worden in het kabinet Rutte 3. De afgelopen twee jaren, was dat een hernieuwde kennismaking met Nederland? Ja en nee. Laat ik met het nee beginnen. Het nee natuurlijk is een groot deel ik ben hier opgegroeid. Ik ben naar school gegaan, middelbare school. Ik heb nog een jaartje in Utrecht gestudeerd. Ik ben daarna in het buitenland gaan studeren, ben verder gegaan. Maar ik ben altijd af en aan, ook elke zomer, lange periodes, zeker tijdens mijn studententijd, altijd weer terug geweest. En daarna heb ik natuurlijk na een periode bij Shell, waar je ook af en aan Shell hoofdkantoor, dan ben je weer in Nederland. Dus ik ben af en aan altijd vaak in Nederland geweest, maar ik heb er niet meer gewoond. Dus het is niet zo dat je als een soort Nederlandse Amerikaan uit de 50e jaren met de boot bent vertrokken en dan 30 jaar kom je voor het eerst weer terug. U was het niet kwijt? Ik was het gevoel niet kwijt. Met Nederland? Nee, absoluut niet. Nee. Nu bent u... Ja, ik onderbreek ik u een klein beetje. Ja. Ja, dat is goed. Nu bent u minister van Handel, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Ja. En u bent opnieuw veel in het buitenland. Waar ik benieuwd naar ben is, hoe onderhoudt u het contact met Nederland? Hoe voedt u zich
door te weten wat er leeft in de Nederlandse samenleving. Premier Rutte, die zit nog wel eens op de Grote Markt om koffie te drinken. Spreekt u mensen in de straat, in de supermarkt? Ja, want ik doe mijn eigen boodschappen en ik heb 2 honden. Ik maak veel wandelingen. Maar goed, dan kan je zeggen, waarom zit je niet in wijk A met je honden? Want er is geen parkje, dus ik ga naar wijk B. Maar ik heb een dochter op school, weliswaar de internationale school. En net zoals ieder ander ben ik gewoon burger in Nederland, zo zie ik mezelf. En ik maak spreekt wildvreemde mensen aan, zoals Rutte ook doet in Den Haag? Nou, ik ga ze niet actief opzoeken, maar ik heb gewoon gesprekken met mensen in de winkel. Dingen die ik doe. Ja. En zijn dat ook mensen die bijvoorbeeld... Maar niemand herkent mij, hoor, overigens. Nee, is dat makkelijk. Zo? Ja, hoor. Dus ik heb heel makkelijk gesprekjes over van alles en nog wat. Want uiteindelijk, buitenlandse handel... De meeste mensen volgen het niet, tenzij ze een direct belang hebben. En helaas volgen steeds minder mensen wat je doet met ontwikkelingssamenwerking, behalve mensen uit de sector. Dus ik kan heel makkelijk, totaal anoniem, overal opereren, fietsen lopen en noem maar op. Oké, die gesprekken gaan dus niet over politiek. Nee, nooit. 30 september vorig jaar heeft u een lezing gehouden, Abel Hertzberg-lezing. En daarin waarschuwt u tegen het populisme, de gevaren van het populisme. Komende week hebben we Europese verkiezingen. Die populistische partijen die gaan daar enorm winnen weer. Snapt u waarom Nederlandse burgers, Europese burgers, op die partijen stemmen? Nou, ik begrijp dat er veel onvrede is. Ik begrijp dat mensen zich miskend voelen. Ik begrijp dat mensen denken dat de politiek zoals die de laatste jaren, of misschien wel decennia, is gevoerd, dat het zo'n plafond heeft bereikt. Dat mensen iets anders willen. Waar ik niet in mee wil gaan, is het meegezogen worden door die extreme stemmen. Ik vind dat daar dus echt een ander geluid nog steeds tegenover moet gaan. En ik vind dat je jezelf en de partij en de waarden en normen niet hoeft te verloochenen. Ik vind wat er is gebeurd, namelijk een meegezogen worden met alles, zeggen ja, de burger, de boze burger. Ik kom eigenlijk alleen maar mensen tegen die een goed verhaal hebben, of ontevreden zijn, of kritiek. Maar dat wil niet zeggen dat alles wat er gezien wordt of ervaren, dat dat altijd terecht is. Daar moet je dan tegenin durven te gaan. Alles wat aangepakt moet worden, daar moet je begrip voor hebben en dus duidelijk beleid op hebben. Ja, maar het populisme voedt angst. En ik vind dat een enorm gevaarlijke factor. Dat zien we ook in Europa, in een land als Hongarije of elders. Ja. Wat is het resultaat? Ja. U waarschuwt daar regelmatig tegen. Ik wil even met u mee terug naar vorig jaar, eind vorig jaar. Ja. De commissie Remkes, staatscommissie Remkes, die concludeerde vorig jaar dat een groot deel van de Nederlandse bevolking zich niet gehoord voelt door op het Binnenhof. Laat staan in Brussel en Straatsburg, voeg ik er even zelf aan toe. Die mensen die voelen zich in de steek gelaten. Ervaart u dat als een probleem, dat gegeven? Even los van de reden en of het terecht is of niet. Ja, precies. Nee, natuurlijk is dat een probleem. Want anders dan inderdaad zijn wij bezig op een soort eilandje te denken dat we goede dingen doen voor Nederland. Want dat is natuurlijk altijd de inzet van wie dan ook, van welke partij dan ook. Dat is de insteek. Maar als er totaal geen terugkoppeling is of verbinding met de bevolking, hoe dan ook, en als dat niet gerespecteerd wordt als poging, dan heb je natuurlijk een enorm geloofwaardigheidsdeficit. En dat is ontzettend belangrijk. En dat is nu aan de gang. Ja. Dat is een probleem. Dat is een enorm probleem. En daar moeten we natuurlijk met z'n allen aan werken. Maar mijn punt is, als je kijkt naar de nationalistisch getinte populisten. Er zijn ook mensen natuurlijk die zeggen, ja, je hebt bepaalde vormen van populisme. Ik ga niet zo mee in die definiëring, herdefiniëring. Als je kijkt naar de nauwe, enge vorm van populisme, die zet zich eigenlijk tegen, lijkt wel, alles af en komt met een hele vernauwde versie terug. En ik vind dat beklemmend, benauwend en ik vind het ook niet bij Nederland horen. Hey, dat begrijp ik. Dat begrijp ik. Maar het is ook uw probleem omdat de macht van die populistische partijen ook in Nederland, de stormachtige overwinning van Thierry Baudet, ook komende week waarschijnlijk. Ja, u gaat maar op die resultaten vooruit. Nee, maar goed. Kijk naar de peilingen. Nou goed, kijken naar de peilingen. Maar ik wil het graag aan. Ik noem het omdat het een blokkade kan vormen op de weg die u wilt naar een andere samenleving, naar een Europa. Dus het is die onvrede, of het nou terecht is of niet, maar die onvrede die is er en die onvrede die groeit. En dat is voor u een probleem, voor de mensen die... Dus mijn vraag is, wat gaat u doen? Want de waarschuwingen, u heeft gewaarschuwd bij de Abel Hertzberg-lezing. Er wordt heel veel gewaarschuwd in het land over de mogelijke gevolgen. Er worden vergelijkingen getrokken met de jaren 30, heeft u ook gedaan in de Abel Hertzberg-lezing.
Maar dat helpt niet. Want we zien dat Baudet groter wordt. We zien de Brexit-partij in Engeland groter worden. We zien straks bij de... We zien Le Pen in Frankrijk weer populairder worden. Dus er moet een plan B zijn. U moet, als u uw eigen idealen wil verwezenlijken, dan zult u met een plan komen. Wat is dat plan? Nou, plan. Even terug. Sowieso, Thierry Baudet en anderen hebben ongeveer 20% van de stemmen gekregen. Dat was natuurlijk een overweldigend succes. Dat is gewoon een feit. 80% van de mensen heeft natuurlijk gestemd op andere partijen. Dat is natuurlijk ook nog steeds een gezond gegeven. De fragmentering van het politieke stelsel hierdoor maakt natuurlijk het politiek handwerk nog lastiger om tot besluitvorming te komen. Het is niet zozeer van een... Als je spreekt... U zegt... het is een probleem dat die mensen in dat onderzoek van Remkes zegt... we willen niet, we voelen ons niet vertegenwoordigd, we voelen ons in de steek gelaten. Dat zegt u, dat is een probleem. Dus mijn vraag is, wat gaat u aan dat probleem doen? Ja, maar daar wilde ik net op komen. U heeft haast, dat begrijp ik. Maar plan B, u zegt een plan B. Plan B, dat klinkt als een crisisscenario. Ik denk met z'n allen inderdaad dat we heel goed moeten nadenken hoe we stem en gevoel kunnen geven aan de onvrede. Welke maatregelen daarbij passen, maar ook welke geruststelling over de visie voor het land. En dat mensen zich weer meegenomen voelen. Het is ook duidelijk zo, als je kijkt naar lidmaatschap van politieke partijen, of het nou jong of oud is, steeds minder mensen worden lid van een partij. Hertzberg was inderdaad een verhaal over zorg, maar ook waarden. Nu gaan we met D66, en ik ook het kabinet, maar ik zeg nu even iets over D66, kijken we heel erg wat is de sociaal-economische variant. Hoe kijken we naar mensen die zich uitgesloten voelen? Hoe ga je om met crisissituaties? Hoe kijk je naar wijken waar mensen denken dat hun straatbeeld, hun idee van burgerschap, Nederlanderschap, dat ze zich zo in de klem voelen komen. Hoe kunnen we daarmee omgaan? Maar het voeden door alleen eroverheen te schreeuwen en te zeggen, uiteraard de oplossing is heel eenvoudig. Sommige mensen het land uit, nog een paar dingen en dan is het opgelost. Dat vind ik een verkeerde voorstelling. Niet alleen niet van feiten, want daar gaat het vaak niet over, van de oplossing. Dat biedt geen oplossing. Ik denk dat hard werken aan een daadwerkelijke oplossing, waarin je mensen ook weer mee kunt krijgen, is helaas niet van de korte termijn. Is ook niet van de simpele leuze. Het is het land ingaan, in gesprek en met elkaar proberen er weer uit te komen. Dat betekent dus ook laveren en compromissen sluiten. Kijk, D66 bijvoorbeeld is geen partij die zegt van we hebben maar één lijn. We zijn een progressieve partij van het midden. Het grotere probleem voor ons allemaal is dat het midden, het gematigde midden, dat verliest aan beide flanken. Links en rechts. En populisten natuurlijk behoorden aan beide kanten. Ja. Nog even terug naar de mensen die op die partijen stemmen. Want dat is toch het echte probleem, denk ik. U zegt, we gaan het nog een keer uitleggen. We gaan uitleggen. Maar wat die mensen zeggen is, er wordt niet naar ons geluisterd. Ja, ik zei niet alleen uitleggen. Ik zei met elkaar in gesprek over welke maatregelen er nodig zullen zijn om juist aan die onvrede en het gevoel van buitensluiting, marginalisering, niet alleen tegemoet te komen, maar daadwerkelijk te helpen oplossen. Dat is wat anders dan uitleggen. Ja, maar dat is een heel groot probleem. Hoe gaat u die mensen tegemoet komen dan? Nou, ik denk dat wat ik net al zei, je moet sowieso veel meer in gesprek. We moeten met voorstellen komen, kijken of wat ze daarvan vinden op het sociaal-economisch terrein. Ik denk dat bijvoorbeeld Rob Jetten in de Kerdijk-lezing het sociaal-economisch vlak heeft meegenomen. Maar tegelijkertijd laten we ook zien dat, als je kijkt, laatst een artikeltje wat hij had geschreven over integratie, dat onder Marokkaanse jongeren de tweede, derde generatie het heel goed doet qua opleiding. Dus je moet ook positieve voorbeelden geven. Niet daar bang voor zijn. Ja. Omdat het toevallig misschien verkeerd kan landen. Ja. Nou is dit natuurlijk niet een probleem van gisteren of van vorig jaar. Hè. Dit speelt eigenlijk al sinds Fortuin. En we zien het in heel Europa, we zien het in Amerika. Verwijt u zich dat het politieke midden in Nederland daar te lang, te weinig oog voor heeft gezegd? Want u zegt, nou, we gaan dit en dit en dit doen. Dit is het plan. We gaan nu echt in gesprek met die mensen. Maar het is een beetje laat natuurlijk. Ja, dat kan ik niet zeggen. Dat weet ik gewoon niet uit eigen ervaring, heel eerlijk gezegd. Ik denk dat je een trend ziet in Europa en in Amerika, dat
illiberale democratische tendensen doen een opkomst. Dat wordt gewoon beschreven. Het maatschappelijk middenveld staat overal onder druk. Helemaal het gematigde centrum. Duidelijk is dat inderdaad de ouderwetse manier van politiek bedrijven geen weerklank meer vindt op dezelfde manier. Sociale media kunnen daarbij helpen. Maar ik denk dat we ook een beetje de moed moeten hebben om toch die waarde en een idee van visie over een betere samenleving met een plek voor een ieder binnen de rechtsstaat, dat weer een waarde toegekend moet krijgen. En daar moeten we niet bang voor zijn. En beter luisteren? Beter luisteren, altijd. Daarom wil ik ook nog mezelf eigenlijk corrigeren als we zeggen, nou, mensen hebben, ik bedoel niet te zeggen, ik weet niet, het was een eerder punt, onterecht of terecht. Ik wil het hebben over feiten in de politiek. Er wordt te weinig gekeken naar feiten en diepgang en analyse. Maar mensen hebben ook een gevoel natuurlijk. Gevoel uiteraard, maar gevoel wordt heel makkelijk benoemd. Ik denk dat je gevoel en ratio nog steeds op een goede manier aan elkaar moet koppelen. Als ik alleen in de emotie meega, ja, dat werkt, maar daar koop je erg weinig voor. Als je alleen met een sociaal-econometrisch model komt, dan krijg je mensen ook niet mee. Dus we moeten altijd zelf weer zoeken naar de balans, maar ook, denk ik, als politici niet angstig zijn om toe te geven, dit was fout. Dit is dus niet goed gegaan en we gaan nu op een andere manier met elkaar te werk. Ik denk dat dat heel lastig is, maar dat is wel heel belangrijk. Ik wens u daar heel veel succes. Ja. Roderick Velo, dames en heren. Nee. We gaan in één keer door. De volgende staat op de trappen van ongeduld. Okay. Kom staan. Hey. Hoi. Hallo. Inmiddels weet je wel wie ik ben, volgens mij. Maar ja, we hadden ook zo'n heel leuk incident. Toen kwam je van Rutte. Ja. Toen als informateur, mag ik je zeggen trouwens? Ja, natuurlijk. Okay. Ja. Jij hebt langer haar nu, volgens mij. Iets langer haar, ja. Dat zou kunnen. En toen liep ik achter je aan. Ja. Roy Kramer was erbij, dat is de spindokter van D66. Ja. En het was allemaal goed gegaan, de camera's waren weg. En ik liep er een beetje achteraan om me even kennis te maken. En je hoorde mij, ik moest een beetje hollen, dus je hoorde mij hollen. En het draait je om en zegt, hoort u bij hem? En dat was dan, hoort u bij Roy Kramer, bij de spindokter. Ja. Alsof ik ook in dienst was van D66. Dus je had geen idee. Nee, maar helemaal niet erg. Je had geen idee wie ik was. Maar dat was, vond ik wel, ook wel weer heel grappig om te merken. Dat iedereen, in elk geval in Nederland, die in politiek was geïnteresseerd, die zou dat misschien wel weten. En intussen was je geland met 6 koffers, volgens mij, bij Carla Pauw. Dat is de grand dame achter de schermen van D66. En dat is nu bijna al 2 jaar geleden. En ik wil eigenlijk een beetje met de deur in huis vallen. Je bent 2 jaar minister. En dan vraag ik me af, wat betekent nou dat werk voor je? Wat betekent dat ministerschap voor je? Meestal een soort missie, het idee van een eervolle opdracht. Wat je echt doet voor het land. Dat is groter dan de partij. Een enorme kans soms om ideeën waar ik zeer zelf aan hecht, om die ook uit te mogen dragen, omdat ze onderdeel nu vormen van beleid. Of ik heb er zelf nog wat bij gedaan. En op een ander moment dat je ook denkt, mijn hemel, waar gaat dit over? En dan heb ik het over de kleinere marges. Omdat ik natuurlijk ik heb natuurlijk de. Noem eens een voorbeeld daarvan. Ik heb natuurlijk veel met mijn eigen baan te maken met alles wat internationaal gebeurt. Of het nou handel is, de China, VS, staal, dumping, noem maar op. Met Trump op bezoek. Al dat soort dingen. En internationale samenwerking, enorme crisis, mensen die echt helemaal niets hebben. En dan kom je weer terug in een gesprek of vragen of natuurlijk alle online kritiek. En dan denk je, maar dit is een land waar het nog steeds ontzettend goed gaat. Waar we moeten kijken naar de meest kwetsbaren in eigen land uiteraard. Onze eerste taak is richting hen. Maar tegelijkertijd als ik dan de ruzietjes zie, de kleine vorm soms van het debat. Dan heb ik dus ook de vraag denk ik van, jee. En dan vergeet men vaak hoe goed we het ook juist weer doen namens Nederland, met Nederland, juist elders. Ja. En wat voor mooie rol we vervullen, hoe we daarvoor gaan. Kan je nog even bedenken, wat was nou de laatste keer dat je echt dacht, jeetje, waar gaat het hier over in Nederland? Nou, dat hoef ik niet zo ver in de geschiedenis terug, hoor. Dat denk ik met enige regelmaat, maar dat dacht ik vroeger ook. Dus het heeft weinig met de baan te maken. Het is meer dat je gewoon weet, we zijn
We zijn een rijk land. Iedereen heeft ontzettend veel kansen. Er zijn systemen. Werkt het allemaal goed naar onze eigen genoegen? Nee. Iedereen betaalt de belasting voor, dus de mens verwacht wat. Mensen maken zich zorgen over de toekomst. Maar omdat ik natuurlijk altijd zo'n absurde spiegel heb de hele dag in mijn hoofd. Ook vanwege de reizen. Armoede, oorlogen, verschrikkingen. Alles. Ja. Dus dat soms dat je eigenlijk wilt zeggen van, het is nog steeds eigenlijk heel goed. En wat er beter moet, daar werken we echt aan. Maar even pauze, even ademen, even nog weer waarderen wat het merendeel van de mensen in het land nog steeds hebben. Maar noem eens even zo'n momentje waarop je echt dacht, ja, jeetje. Ik heb het, ik weet niet eens. Weet je wat, ik weet het niet. Lokale dingetjes of schandaaltjes. Dat mensen zeggen, weet je wel, of een kop uit een bepaalde krant bijvoorbeeld. Nederlanders woest op. En dan is het weer iets, dan lees je het artikel. Dan denk je, oh, maar dit gaat helemaal nergens over. En het klopt ook nog niet. Ook dat soort momenten. Dus dat is ook natuurlijk fascinerend om te zien. Maar dat is ook een globaal fenomeen. De snelheid van reactie. Dat mensen zich op Twitter enorm zitten op te werken in een soort collectieve woede, wat dan zogenaamd viraal gaat. En dan na 6 uur later wachten is alweer verdwenen. En is alweer wat anders om je enorm over op te winden. Maar het zijn eigenlijk allemaal vaak, het zijn soms grote dingen. Maar soms zijn het ook dingen waarvan je denkt van, we zijn allemaal intelligente mensen. Iedereen kan lezen en schrijven, het merendeel. Ja. Dus laten we even gewoon even wat pas op de plaats met die thema's. Dat Nederland is zichzelf gekeerd. En dat steeds meer, dat merk ik wel. En dat vind ik jammer. Want ik denk dat we daardoor als middelgroot land, maar onder de kleine, maar klein onder de grotere, dat we daarmee ook onze kracht verliezen. Want onze flexibiliteit, onze creativiteit, ons vermogen om mee te denken met anderen zonder dat ons gedachtegoed hoeft te worden, dat is een enorme bron van kracht en beïnvloeding. Ja. Het is een soort 360 altijd maar blijven doen. Je hoeft het niet met iemand eens te zijn. Maar als je niet kunt inleven in de wereld en het denken van een ander, dan kun je ze nooit beïnvloeden. Ja. Dan zitten we dus in die parallele universa te praten. En dat vind ik jammer. Oké. Okay. Nou weet ik uit betrouwbare bronnen dat er een paar mensen zijn bij D66 die wel zouden willen dat Sigrid misschien de voorvrouw wordt, de eerste voorvrouw van de partij. Het boegbeeld voor progressief Nederland, om die polarisatie die gaande is misschien eens aan te pakken. En om heel eerlijk te zijn, ja, je laat dat boven de markt hangen, maar is dat nou echt iets wat je zou willen doen? ik heb daar verschillende altijd ideeën over. In de eerste instantie denk ik zelf dat ik, het klinkt heel raar, ik vind mezelf te oud. Ik vind dat het goed is. Je bent 3 jaar ouder dan ik. Oké. Okay. Toch wel weer ouder. ik denk dat het goed is dat er steeds meer vrouwen hun nek uitsteken. Dus dat principe vind ik heel belangrijk. Ik vind het ook dat je niet mensen moet overschatten. Ik bij mezelf denk ik dan ook van, volgens mij wordt er een enorme overschatting van mij gemaakt. Het feit dat ik anders ben dan de anderen en opereer op een andere manier, wil niet zeggen dat ik het beter kan. Dus nou, dat je vind brengt ik een enorme internationale ervaring en allure mee. Maar goed, dus ik vind dat je altijd heel voorzichtig moet zijn in het zeggen van dat van, oh, die of die. Daar moet je voorzichtig mee zijn. Je maar moet jezelf niet overschatten. Maar even los van hoe andere mensen naar je kijken. Nou, maar je het zelf willen? Dat weet ik niet. Laat ik even terugkeren naar een vraag van Max van Wezel. Helaas onlangs overleden. 2 maanden geleden. Bij het Oog op Morgen stelde hij de vraag, is de Nederlandse politiek intellectueel bevredigend genoeg voor jou, Sigrid? Oh, ik ben hier bijna antwoord vergeten. Dat vind ik een hele lastige vraag. Ja, ik wil net zeggen. Ja. gelukkig heb je dat antwoord even erbij gegeven. Want ik dacht, jeetje, wat zou ik geantwoord hebben? Dat weet ik niet. Ik denk sommige momenten wel. Maar dan moet je ook niet overschatten hoe intellectueel nou een internationale functie is. Want het is ook natuurlijk wielen en dealen en weten hoe Chinezen, de Amerikanen en de Fransen bijvoorbeeld op een thema denken. Dus dat is eigenlijk hetzelfde, alleen op internationaal niveau. Dat was ook iets volgens mij wat jij had geschreven, ook in je duiding. Dat natuurlijk toen ik bij het Binnenhof aantrad, en dat bedoel ik met overschatting en onderschatting misschien ook. Toen ik kwam dacht iedereen, nou ja, leuk dat ze dat internationaal aardig heeft gedaan, maar wat begrijpt ze nu van het Binnenhof? En toen dacht ik bij mezelf, ja, wat begrijpt ze van de Nederlandse samenleving? Precies, nou, samenleving, maar het begon met het Binnenhof. En het Binnenhof was
Ik dacht dat ik heel veel patronen zag in het Binnenhof die eigenlijk ook elders, maar gewoon internationaal hetzelfde zijn. Verschuivingen, wielen, dealen, compromissen en verder moet je mensen kennen en thema's. En inderdaad begrip hebben voor wat er leeft in de samenleving. Dat zal voor mij een continu proces zijn. Maar ik durf eerlijk gezegd te wedden dat sommige mensen wonen natuurlijk veel langer dan ik weer in Nederland. Ik weet niet of die beter inzicht hebben in de Nederlandse samenleving, omdat we zoveel lagen hebben, zoveel bevolkingsgroepen, zoveel verschillende manieren van denken en kijken. Ik denk dat ik er wel op een hele zuivere manier naar kijk, omdat voor mij, ik zie veel, ik hoor veel, omdat ik niet meteen een label op plak. Ik ben niet zo geïnteresseerd in het etiketteren. Maar we hadden het net over die grote internationale wereld en dat kleine in zichzelf gekeerde Nederlandje. En zou je het ervoor over hebben? Stel je voor dat je echt heel veel zou kunnen betekenen voor binnen de Nederlandse politiek. Zou je het interessant genoeg vinden? Ja, weet je, dat zijn volgens mij momenten als dat zou spelen, als dat zich zou voordoen, zo'n situatie. Dan op een gegeven moment, volgens mij, voel je dan zelf heel diep in jezelf. Nou, hoe voelt het of dat het goed is. Hoe voelt het nu? De situatie doet zich nog niet voor. Het is niet aan de orde, bla bla bla. Volgens mij is dat niet, vraag jij het niet. Nee, maar kijk, het is niet aan de orde, wordt dan altijd gezegd. Maar als je aan mij zou vragen, zou je ooit premier van Nederland willen worden? Dan zeg ik nee. En ik wil ook niet actief worden in de politiek. Ja. Dus jij zit er anders in, volgens mij. Wat zou je, als het je nu gevraagd zou worden, hoe zou je daar tegenaan kijken? Ja, ik zit hier nu met een camera en een microfoontje. Dan zou mijn antwoord... Dan zou ik nog eerst een nader gesprek willen hebben. Dan zou ik ook al weten wie er verder geïnteresseerd is. Dan zou ik weten hoe de compositie is. Het is allemaal smoesjes dit, hè? Nee. Het is gewoon even de ratio. Nee, zou je het willen? Ik bedoel, er zijn heel veel dingen belangrijk in het leven. Je kinderen, waar je vandaan komt. Hoe je naar de wereld kijkt. Maar zou je nu het idee hebben van... Oh, ik zou echt wel een paar jaar in die Nederlandse politiek... de boel willen opschudden, het anders willen doen dan andere politici? Dan, volgens mij doen we dat al, als D66 natuurlijk. Tweede... Even echt antwoord. Ja, mijn antwoord is het antwoord. Maar ik weet het pas, want jij zal die vraag ook niet stellen. Ik weet het pas op het moment dat het aan de orde is. Maar nu nog niet, hè? Je zou het nu niet zien zitten, of wel? Dat zeg ik helemaal niet. Het hangt af van een aantal factoren. En het hangt ook echt duidelijk af van het feit of mensen een enorm beroep op je doen. Want ik heb altijd een enorm een overtrokken gevoel van plicht, denk ik. Als je het idee wordt gegeven dat dat heel belangrijk is. Dat het een verantwoordelijkheid is. Waarvoor dat je daar een missie moet het dan in belangrijk hebt. Zijn? Waarvoor moet het belangrijk zijn? Het moet belangrijk zijn, denk ik, voor de waarden en normen waar je voor staat. Voor de partij uiteraard, maar ook in het grotere stelsel Nederland. Ik denk altijd veel breder dan... het gaat dan niet om jezelf. Want ik denk dat inderdaad, ik denk in veel gevallen... het is iets wat je ergste vijand bij wijze van spreken niet toe zou wensen. De media, de kritiek, de afbraak. Er blijft bij wijze van spreken wordt er niets van de mens heel gelaten. Maar dus wat daar moet je goed over nadenken. In Nederland? Wat moet er veranderen in Nederland? In één zin. In één zin? Ik denk dat we weer moeten durven dromen en niet bang zijn om tolerant te zijn. Respect. Oké. Dankjewel. Dominique van der Heijden. Dankjewel. Mevrouw Kaag, we zijn over de helft. Nog eentje te gaan. De laatste. Neemt u een slokje? Ja, dat doe ik. Als u er klaar voor bent, is hij het ook. Het is een hij, dat heb ik alvast verklapt. Komt-ie aan. Oh, dat had ik even gemist. Ja. Hallo. Hallo. Hoi. 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 Kamer. Hallo. Oh, wat leuk. Ja. Ja. Weet u wie ik ben? Ja. Oké. Nou, dat verrast me. Ja. ik loop niet zo achter, hoor. U loopt niet achter? Nee. Oké, goed. Nou, top. Ik ben ingevlogen. Er was een afzegging. Dus ik was even benieuwd of u... Nou, leuk. De techniek heeft de tijd gekregen om een filmpje in te pluggen. Okay. Daar gaan we even naar kijken. Kan hem daar zien? Of ja, op allebei de schermen. Ja.
In Jeruzalem is geen perspectief. Palestijnen worden als niet eens als tweede-rangsburgers behandeld, nee, als derde-rangsburgers. Degenen die op compromis gericht zijn, daar zijn de Palestijnen voor, het merendeel van de bevolking en gelukkig ook het merendeel van de Israëlische bevolking, die zeggen vrede en een compromis is de uitweg. Hoe kan ik mijn kinderen een goede toekomst geven? Hoe kan ik in mijn geval mijn dochter een toekomst geven waarin ze niet gediscrimineerd zal worden omdat ze half Palestijns is? Hoe kan ik mijn dochter een toekomst geven waarin ze niet wordt gediscrimineerd omdat ze half Palestijns is? Is dat niet een beetje de rode draad van uw politieke carrière? Ja, misschien wel. Dat is ook heel relevant in Nederland tegenwoordig. Ja, ja. Of weer. Dit was in 1996? Ja, dit was in 1996. Zoiets. Ja, oké. Okay. Ja, ja, ja. Okay. Ja, ja. En als u, naar wie keek u? Er was een mevrouw, een Nederlandse dame. Nou, op Google is haar naam te vinden. Nee, niet het interview. Nee, ik keek naar uzelf. Maar wie was die Sigrid Kaag die daar, oh, die daar zat? Ik dacht, wie was die, mevrouw? Die jonge dame die daar zat, die opkwam voor de Palestijnse zaak en haar Palestijnse dochter? Wie was die vrouw? Nou, die vrouw die daar zat, toen ook denkende van mijn god, wat heb ik mezelf aangedaan? Want ik was ingevlogen vanuit de VN. Ik werkte toen voor UNRWA, de VN-vluchtelingenorganisatie voor Palestijnse vluchtelingen. En ik was ingevlogen vanuit Jeruzalem voor een gesprek met een mevrouw, een Nederlandse ook, die ook in Jeruzalem woonde. Ik meende dochter van Holocaust-overlevende. En het was eigenlijk geënsceneerd als een gesprek kennelijk van twee vrouwen en ze zullen het nooit eens worden. Dus toen ik daar zat, kwam ik erachter dat ik, het lijkt alsof ik heel erg aan het woord kwam, maar ik kwam helemaal niet aan het woord in dat interview. En alsof het dus sowieso het een soort voorbode was dat Israëli's en Palestijnen het nooit eens zullen worden. Het was, ik heb het ook nooit meer gedaan. U kwam om wat vreemd te doorbreken. Nou ja, nee, ik kwam niet om het frame te doorbreken. Ik had het frame nooit helemaal begrepen tot ik daar zat. En dat heb ik na de hand ook wel eens tegen een van de interviewers gezegd. Ik zei van dit was een voorbeeld van iets waar ik niet graag meer aan mee zou doen. Omdat je kennelijk inderdaad in een framing zit. Ja. En dan word je geacht onbewust dat te gaan bewijzen. En dat was nou juist helemaal niet natuurlijk toen. Ook niet mijn overtuiging, ook nu nog steeds niet. Maar dan is het jammer en dat leer je dan. Ja, ja. Dus dat was onbevlogen, denk ik. Gecommitteerd, ja. Maar wel onbevlogen. Ja. Ja. Heel mooi. Eigenlijk doet u in de Abel Hersberg-lezing eigenlijk hetzelfde als u toen deed. Want u begint met die ode aan de stilte. Hè? Die snap ik vanuit de diplomatie. Al het goede gebeurt in stilte. Om Orvie Bebommel te citeren. De nuance krijgt dan ook zijn kans. Mensen kunnen naar elkaar toe groeien. Maar als je de politiek ingaat, dan moet je je uitspreken. En dan moet je positie nemen. Ja. En u koos daarvoor in die Abel Hersberg-lezing. U koos ervoor om om uw coming-out te doen als de vrouw met de hybride identiteit. Mm-hmm. Die minister is. En ik las dat. En ik dacht, waarom doet ze dat nou? Ik wilde u eigenlijk, ja, ik was nu te laat, maar ik wilde eigenlijk zeggen, doe nou niet. Mm-hmm. Want de ervaring leert dat je wanneer je die complexe identiteit hebt, kijk naar mezelf, en je toont je kwetsbaar op die manier, mm-hmm. je wilt op die manier een brug slaan, dan krijg je in dit huidige tijdsbestek krijg je de wind van voren en van achteren. Je krijgt alle haters op je dak. Ja, maar die had ik al. Die had je al, u wilde er nog wat bij hebben. Ja, ach, weet je, het was een soort open seizoen. Open jachtseizoen vanaf net voor mijn aantreden. Dus en u dacht, we doen het in Ajax-stijl, ik zoek de aanval. Nee, ik zoek het moment om me uit te spreken over iets waar ik eigenlijk al jaren mee bezig was. En ik was gevraagd voor de Abel Hersberg-lezing. Ik had inderdaad toen ook de hoofdredacteur van Trouw en de Rode Balie nog geprobeerd te overtuigen in februari van vorig jaar. Te zeggen, doe dit nou niet, vraag mij nou niet, want ik weet nu alweer wat voor reacties ik ga krijgen. Dus doe dit nou niet, niet goed voor jullie, niet goed voor mij. Maar zij vonden het juist in het kader van het debat een goed idee. Toen dacht ik, ja, dan moet ik ook niet laf zijn of de weg van de minste weerstand kiezen. Dat heb ik nooit echt gedaan. Dan moet ik ook trouw blijven aan mezelf en dat moment kiezen. En toen met alles wat ik in de Abel Hersberg heb verwoord, niet zo mooi als we uiteindelijk hebben kunnen opschrijven, ben ik al jaren mee bezig. Ik heb het ook gehad bij de regering, welke was het, de gedoogconstructie met PVV. CDA, PVV. Ja, toen had ik ook zo'n moment, toen was ik die periode op vakantie in Nederland.
En toen dacht ik, mijn god, wat gebeurt hier? Waar zijn we, waar is de verschuiving? En misschien de verschuiving op een manier dat je zaken verliest. En alles wat je verliest, wordt heel moeilijk bespreekbaar daarna. Dus ik vond het zorgwekkend. Welke emotie heeft u daarbij? Bent u dan boos of gefrustreerd? Of meer verbouwereerd. Dat is een mooi woord voor boos. Oh ja, weet ik niet. Ik vind het wel een mooi woord inderdaad. Het is verbouwereerd. Zorgelijk. Ik vind het dan zorgelijk. En natuurlijk ook dat je denkt, je moet wel iets doen op een verantwoordelijke manier. Ik denk ook, je moet niet minister worden. Als je niet bereid bent op gepaste wijze je daar over uit te spreken. Je moet wel je momenten kiezen. Nou, dit vond ik een waardig moment. Maar dan moet ik niet doen alsof ik daar nou bewust van A tot Z mee bezig ben geweest. Dit is zo gegroeid. Ja. U vertelt in 1996, vertelt u over uw dochter in Palestina-Israël. Maar dan gebeurt eigenlijk hetzelfde op een hele andere manier met uw dochter in Nederland. Ja. Kunt u daar iets over vertellen? Ja. Want u komt hier met uw gezin. U kiest denk ik ook volgens mij voor de veiligheid en de menselijkheid van Nederland. Ik heb een tijdje in het Midden-Oosten gereisd, ook gewoond even. Het is een prachtige wereld om in te leven. Maar ik heb wel altijd gedacht, ik weet niet of ik hier mijn kinderen kan opvoeden. Nederland is wat betreft een prachtig land. Ja. En dan komt u met uw familie, vier prachtige kinderen. En dan komt uw dochter met verhalen thuis waarvan je verbouwereerd raakt. In ieder geval boos. Nee, en nu weet ik het langzamerhand wel. Nu weet ik dat dus ook Nederland zo is natuurlijk. Dus dan probeer ik het uit te leggen. Ik probeer het dan te verzachten, te zeggen aan de ene kant, nee, dit is er ook. Dit zijn meningen die je krijgt. Maar het merendeel van de mensen denkt dit niet, zegt dit niet. Die reageren anders. Ik probeer meer. Wat is uw dochter precies overkomen? Ik weet niet eens meer welk voorbeeld ik toen bij de Albert Herzberg voor ogen had. Maar ze wordt vaak aangesproken op naam, krijgt vaak commentaar. Ongepast commentaar zou ik zeggen. Mijn andere kinderen ook. Okay, weet je, de Nederlanders hebben een aantal dingen. Dat is veranderd denk ik nog niet. Aan de ene kant zijn we heel nieuwsgierig. We zeggen meteen een ander, zonder dat we die persoon kennen, wat we van hem of haar misschien vinden. Of iets waar ze vandaan komen dat je daar mee hebt. Krijg je meteen gratis een mening erbij. Onder het mom van ik moet zo eerlijk zijn, dan zeg ik het maar meteen. Weet je, als je buiten Nederland bent opgegroeid, dan ben je dat niet zo gewend. Dan denk je dat mensen even wachten tot ze meteen, oeps, jou belasten met hun persoonlijke mening. Dus dat is dat. Een culturele gewenning, denk ik ook. Wat ik heb gezien bijvoorbeeld in het Midden-Oosten is, als je in de eerste ontmoeting vraagt naar afkomst of etniciteit, dat is eigenlijk heel gevaarlijk. Omdat je begeeft je in groepen waarin etniciteit soms heel gevoelig ligt. Dus er is een soort van beleefdheid om het niet te vragen. Bijvoorbeeld. Maar goed, mijn kinderen hebben natuurlijk ook in New York gewoond en ook in Zwitserland. Dus ze komen niet uit één patroon. En het is natuurlijk ook de Arabische achternaam. Dat merk je ook meteen. Dan krijg je ook meteen gratis commentaar van alles en in ieder. Mijn dochter noemt zich tegenwoordig op het voetbalveldje Kaag. Graag. Ja, en mijn zoon heeft bijvoorbeeld veel sneller opeens een baantje gekregen om de naam van zijn vader maar even te laten lopen. En ik heb toen tegen hem gezegd, ik vind het verschrikkelijk. Ik kan me niet voorstellen dat ik je dit nou suggereer. Maar hij solliciteerde bij de McDonald's. Leurde daar een beetje met zijn cv. En op het moment dat hij het van zijn Arabische naam liet vallen en het gewoon Kaag werd, had hij twee tijdelijke baantjes waar je echt geen opleiding voor nodig had, hoor. Ik heb het over borderwassen en zo, dus volgens mij kan dat ook. Maar mevrouw Kaag, dan wil je toch meteen je koffers pakken en weggaan? Daar heb je toch niet alles voor opgegeven om in een situatie te komen waarin je kinderen hun achternaam gaan aanpassen? Nee. Om een rotbaantje te krijgen? Nee, maar dit is hopelijk ook hun leven niet, dat rotbaantje. Maar het is meer dat ze dingen leren. Ik vind het belangrijk dat ze ook onderdeel uitmaken of een kennismaking hebben met de Nederlandse samenleving. Het is het land, het is een deel van hun identiteit via mij. Het is hun enige nationaliteit. Ze zijn alleen maar Nederlander. Omdat mijn man natuurlijk nog steeds stateloos is als Palestijn uit Oost-Jeruzalem. Dus wat dat betreft is het ook belangrijk dat ze hier een soort voeding hebben, een band. En dat we zelf beleven alle mooie dingen aan Nederland. En ook natuurlijk de andere kant van een samenleving
in gedachtegoed, in ideeën, in weerstand die er tegenwoordig is. Maar zij zijn wereldburger, dus ze zijn wat dat betreft nog steeds heel bevoorrecht. En ze kunnen ook gewoon weer zeggen, nou, ik ga in land A, B, C studeren. Ik hoop zelf dat ze een soort voeling en band met Nederland zullen krijgen die lang na mijn dood zal blijven bestaan. Want Nederland heeft ontzettend veel te bieden. En het Nederland inderdaad, waar ik me voor in wil zetten, biedt juist ook weer de ruimte aan een ieder, ongeacht achtergrond, geloof, etniciteit. Nederland van 1996, het paars, als je toen niet gelukkig was in Nederland, dan weet je het nooit. Dat is wel helemaal weg. Is uw dochter van plan om hier te blijven? De oudste of de jongste? De oudste. Oh, de oudste die gaat op missie naar Tel Aviv voor haar bedrijf. Oké, okay, die wil weg. Dat is een komisch filmpje eigenlijk om te laten zien. Die wil weg? Nee hoor, die is gewoon, die wil vanuit Tel Aviv een periode aan de slag. Dat is niet weg willen, dat is juist een onderwereld. Als uw kinderen straks besluiten om, want ze studeren allemaal, als uw kinderen straks besluiten om geen wortel te schieten in Nederland, betekent dat ook voor u dat uw politieke carrière daarmee wordt bekort? Nee hoor. Nee, mijn kinderen zijn een aantal het huis uit. Ik denk eerlijk gezegd dat ik meer soort het legernessyndroom moet overkomen. Maar dat zal de politiek niet oplossen. Wat wel? Ja. Nou, dat is weer dat je jezelf weer gaat uitvinden als mens. En dat je een andere rol vindt. Dat je wilt uiteindelijk altijd als ouder dat je kinderen goed landen, dat ze gelukkig zijn. En soms heb je daar zelf ideeën bij. Dat zullen denk ik sommige mensen in de zaal ook wel herkennen. Alles wat je zelf loopt te verzinnen. Je kinderen hebben daar vaak dan gelukkig een hele eigen mening over. Soms past het, soms niet. Mag ik daarmee afsluiten dat uw kinderen u nog duidelijker hebben gemaakt van hoe lastig het is om Nederlander te zijn in Nederland, anno 2019? Ik heb nog meer begrip voor één ieder, of ze nou Nederlander zijn of niet, die het moet redden in Nederland. Dus het maakt mij eigenlijk nog voorzichtiger, hoop ik, in oordeel, maar wel betrokkener bij het zoeken naar oplossingen. En het heeft niet te maken met de immigrant versus. Gewoon één ieder die het moeilijk heeft en die zich niet meteen aansluiting kan vinden. Dus dat wel. Het sociale en de progressieve agenda vind ik daardoor eigenlijk des te belangrijker. Dames en heren, Anto Kade Benali. Ja. 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 Kom alle twee mee, ja. Ik wil jou vragen daar te gaan zitten. En u wil ik vragen daar. Zo. Het zit erop. Hoe is het? Dat is een klein bankje, dat hebben ze. Ja, maar ik ben lang, maar dit is een. Mijn benen die hangen niet vaak. Hoe is de gemoedstoestand? Op de drie op zitten. Nou, ik leef nog. Ja, dat is een understatement. We gaan ze even nabeschouwen en daarbij niet nog het interview verlengen, zeg ik altijd nadrukken ook tegen mezelf. Ik wil beginnen met het interview van Roderick. Jij kende hem niet, hè? Nou, van gezicht, maar ik kijk niet zo vaak tv. Nee. Ik lees veel. Ja. Nou, heb ik zelf het idee, en corrigeer me als ik ongelijk, dat u ongeveer, ik zie u bij 4 minuten 40, maakt u de opmerking, u heeft haast, zei u tegen. En ik denk dat ongeveer het moment was dat u eigenlijk donders goed door had welk punt hij wilde maken. Mm-hmm. Ja. Wat dacht u toen? Toen dacht ik, oké, nu ga ik anders antwoorden. Ja. 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 Voelde jij dat? Ja, dat heb ik gemerkt. Ja. 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 Want als ik u nu vraag, na afloop, welk punt in uw eigen woorden wilde hij maken naar u? Nou, dat was het ook alweer, dat je eigenlijk het antwoord op populisme, alleen maar de zorgen uitspreken is niet genoeg. En wat is nou het plan? En de burger weet, diegenen die boos zijn, voelen zich niet serieus genomen. En al die brave partijen zoals de mijne of ikzelf, ja, wat we doen, dat slaat eigenlijk nergens op. Want het vindt geen weerklank en het stelt niet gerust. Dat was een beetje uw these, denk ik. Ja. Ja. Heel goed. Ja. Dat had u na 4 minuten in de gaten. Ja, ja dat je kan zeggen, dat is een beetje traag nog. Misschien had ik eerder over moeten beginnen, dat kan ook. Ja? Ja. Wat, als je dit nu ook terug hoort, wat zegt jou dat? Ja, ik denk dat ik er wel iets eerder aan had mogen beginnen. Daarom, want het is niet fijn om het gevoel bij u te creëren dat ik haast heb. Dat is volgens mij vervelend. Maar daarom vond ik het mooi aan het interview met Dominique. Dat daar zat heel veel rust in. Maar ik had inderdaad haast. Want ik wilde het maar heel ik zei graag het ook weten. Bewust hoor. Want ik wilde, of nee, bewust klinkt alsof ik dat echt... Nee, want u wilde twee punten maken en dat was bij punt 1. Ja. En punt 2 liet ik eigenlijk niet meer passeren. Nee, precies. Dus dat was het eigenlijk. Ja. Maar mijn opzet was natuurlijk om inderdaad van u te horen dat u misschien toch wel
wat beter had moeten luisteren naar de grieven die er heersen en die zo'n grote machtsfactor in Europa en Nederland veroorzaken, namelijk die populistische partij. En dat het ook in uw eigen belang is en in het belang van D66 en de middenpartijen om daar vat op te krijgen, wat nu het geval niet is. Dus ik had gehoopt op een iets van zelfinzicht van dat, ja, dat hadden we beter moeten doen en dat gaan we vanaf nu, vanaf dat moment. Als hij nou een andere lijn had gevaren, had hij dan in die hoek waar hij nu aangeeft dat hij naar op zoek was, iets kunnen halen bij u? Ik denk het wel, maar hij was nogal assertief in zijn vraagstelling. Dus hij was uit op het, een conclusie iedere keer. En mijn beantwoording was te lang. Dus dat kostte tijd ook natuurlijk. Dat was is dat een bewuste vertragingstechniek? Nee, ik was gewoon aan het denken. Ah. Maar ik wil dat als je zegt van ja, inderdaad, dan wil je ook komen met van en dit is dan ons voorstel. Maar we zijn er toch niet helemaal uit natuurlijk. Anders had het al lang op elke reclamefolder gestaan. Ja, voor Europa, voor het klimaat, voor duurzaamheid. Inderdaad, daar zijn sommigen ook niet van overtuigd. Wat dus dan moet je met iets anders nog komen. Ja. En daar zijn we nu allemaal over aan het nadenken. Maar dat is geen antwoord. Nee. Mevrouw Kaag, wij kijken op dit schermpje kijken wij mee naar wat bij u gebeurde. Wat ik wel fascinerend bij u vind... Ik moet die kant op kijken. Nee, hoeft niet. Nee, maar ik geef u aan dat wij op dit schermpje kunnen zien wat hiernaast bij u gebeurde, zou ik maar zeggen. We kunnen het interview goed volgen. Okay. Wat ik interessant wel bij u vind, is op een gegeven moment voel je dus van... ze weten waar de interviewer naartoe wil. Ze geeft ook aan, in heel veel opzichten, dat die wandeling niet helemaal gaat zoals Roderick zou willen. Wat ik wel interessant bij u vind, is dat u volledig in het contact blijft. Je hebt best wel vaak met politici dat als ze denken, daar heb ik geen zin in of dit ken ik wel. Dan gaan ze ook uit het contact. Dat doet u op geen enkele wijze. U houdt hem fully focused oogcontact. Ja. Ja. Bent u zich daar bewust van? Dat is misschien jarenlange training, dat weet ik niet. Maar het is ook een beetje mijn stijl, denk ik. Oké. Okay. Tot zover. Dan geef ik nog één keer weer een applaus, dames en heren. Roderick Velo. Bij Dominique van der Heijden was natuurlijk de pop question, de grote vraag... of u beschikbaar bent voor het partijleiderschap van D66. Als we nou eens in de theorie, in gedachten even zeggen... stel je voor dat er een journalist is die hier nou een artikel over schrijft... over de opvolgingskwestie of het leiderschap van D66. Wat zou u een passende kop vinden als het gaat om het interview met Dominique van der Heijden? Die ga ik dan morgen teruglezen. Kaag weet het niet. Ja. Heeft u het gevoel dat lekker veel lezers aantrekt? Laat ik het zo zeggen. Kan het niet beter maken achteraf. Nee, zeker. Maar u had natuurlijk, en dat is een keuze, en daar wil ik u even op. U had natuurlijk met één zinsnede een einde aan deze discussie kunnen maken. Ja. Daar kiest u wel bewust niet voor. Toch? Ja, dat klopt. Maar tegelijkertijd laat u heel veel twijfel. U noemt zichzelf in het interview te oud. Zeg ik ook altijd tegen mensen. Ja. Maar als je vervolgens daarna het zodanig openlaat, twijfel ik een beetje aan die harde conclusie. Nou, weet je, leeftijd is één factor. Je kijkt naar een aantal variabelen. En je moet ook, wat mij betreft, dat vind ik ook echt, naar een team kijken. Of je dat doet in het bedrijfsleven, je doet het bij organisaties. Wat is het team in de partij? Ja. En hoe trekken die met elkaar op om de partij en ideeën zo geloofwaardig en effectief neer te zetten? Goed. Ik geloof niet in één foto op zo'n poster. Op één hoofd op een poster. Dominique. Het was mij voorkomen. Ik zou de conclusie trekken. Ze wil wel, maar ze moet echt gevraagd worden. Had jij dat ook? Nee, ik denk dat ze het echt niet weet. Ja? En dat wilde ik ook wel echt weten. Ja. Omdat ik wilde wel echt weten, zit er nou toch een soort plan achter? Heeft ze iets in haar achterhoofd? Is het inderdaad een soort ijdelheid om er omheen te blijven draaien? Maar er zit toch wel... We worden hier gevolgd met camera's. Het is eigenlijk toch... Het aanstaande leiderschap van Sigrid Kaag. Nee, ik vond het juist toch wel heel fijn onthullend om te weten dat het een proces is en dat het proces nog lang niet is afgerond. En dat het dus ook nog niks is uitgesloten. Ja. Klopt toch? Ja. Kunt u vinden? Wat ik bij jou ook interessant vond is, je koos er dus om te tutoyeren. En ik vond je ook je lichaam, je ging ook echt dat voorover zo. Dat was totaal anders dan die andere twee. Denk je erover na dat je denkt, maak ik beter contact? Of? Ja, ik denk het wel. Ja. Heeft u dat ook zo ervaren? Ja, maar het grappige is, mijn eerste ontmoeting met Dominique is mij dus altijd bijgebleven ook. Als eigenlijk een totale blunder van mijn kant. Ja. En hoe onwetend ik was, dat kwam ook terug in het krantenartikeltje zo van... Mijn god, ze kent niet eens Dominique van der Heijden. Nou, wat moet dat worden? Ja. Dus ik heb bij haar ook een hele hele grappige associatie. Ja. Van de eerste avond eigenlijk, voor we benoemd waren. Ja.
Ja. En als iemand dan zelf voorstelt om te tutoyeren? Oh, dat vind ik helemaal niet erg. Nee? Daar laat ik aan mensen zelf over. Ja, ja. Maar het doet iets met de afstand in een interview. Ja, niet altijd. Je kunt ook een soort hele schijninformaliteit hebben die nergens op slaat. Amerikanen hebben dat altijd. Everything is great, yes, you, no, bla. Maar dan maken ze je voorkomen af. Dus dat zegt niks. Dominique, even. We hebben... In interviews heb ik het in over. voor de duidelijkheid. U weet natuurlijk dat wij aan deze kant van het scherm hebben zij ons deelgenoot gemaakt van hun strategie. Volgens mij liep het best conform zoals ze het ons uitgelegd hebben. Ja, alleen we zijn niet meer daar gekomen met zeg maar, de inhoud waar het in Nederland vaak over gaat. Hè? De zorgpremie of de BTW enzovoort. Allemaal onderwerpen die, waarvan ik echt denk dat nou, Sigrid Kaag daar van denkt... jeetje, wat zou ik daar nou allemaal van moeten vinden? Het leenstelsel of noem maar op. Ik valt dus wel mee hoor. Ik zat erop te wachten. Maar had ik nog wel willen weten. Dus in die zin kwam ik toch tijd tekort. Ja. We hebben in ieder geval een feest om naar te luisteren. Dominique van der Heijden, dames en heren. Dankjewel. Ja, dan hadden wij vandaag een primeur. De eerste interviewer met een clipboard. Ja. Abdelkader, u kende hem. Had u werk van hem gelezen al? Van ja, maar niet ter voorbereiding uiteraard. Nee, dat begrijp ik. begin nou eens even bij jou. Hoe verliep het volgens jou? Nou, ik was gewoon nieuwsgierig om te weten of die kloof die in Nederland loopt tussen de haves en de have-nots, of die ook te voelen is in haar familie. Ja. En daar ben ik achter gekomen. Ja. En die kloof loopt daar dus ook. Ja. En dat maakt u en uw kinderen maken dat mee op dagelijkse basis. Dus dat u dat vertelde, dat ontroerde mij ergens ook. Ja. Maar ik vond het wel. Ik dacht wel, en dat meen ik echt, van dan pak je toch gewoon, als dit jouw kinderen overkomt, je hebt het offer gebracht om hier te komen, dan is toch je reactie, ik ga hier weg. Want dat heeft hij dus niet. En ik weet dan, van dat gedeelte weet ik niet. Ik was er graag bij geweest toen u zo dat vertelde. Dit is de nabeschouwing, dus we gaan niet dat nu allemaal nog beantwoorden. Wat wij natuurlijk ook met veel spanning hebben zitten bekijken is, als iemand natuurlijk echt over je privé begint, dan is de vraag even, wat doet Sigrid Kaag? Gaat ze daarover praten of zegt ze van, nou ja, dat ga ik hier niet doen? Bent u op dat moment, maakt u echt die keuze in het interview om daar wel of niet over te gaan praten? Nou, dit waren dingen die ik al eerder had genoemd, maar niet op zo'n mooie manier werd ernaar gevraagd. En ik vond dat ik het eigenlijk aan meneer Abdelkader verplicht was om te antwoorden. Ja. Maar even plat gezegd, dus als Roderick Velo die vraag had gesteld, had u gezegd dat die had u dat niet gegund? Nou, misschien was hij er niet opgekomen in de eerste instantie. Is een theoretische exercitie, hè? Ja. Nee, ook, maar weet je, dat is ook een moment natuurlijk in een gesprek. En zijn start was anders dan we eindigden. Hij begon bijvoorbeeld door te zeggen van, ja, maar waarom doet u dat nou? U moet er van wegblijven. En dus eigenlijk zou het bijna een ontmoediging zijn om iets persoonlijks te onthullen. Maar uiteindelijk vond ik juist dat ik dat wel moest doen. Want een deel ook waarom je juist niet je biezen pakt, vooralsnog niet. Ik vind juist iemand zoals ik kan het zich permitteren en moet het juist doen om stem te geven aan anderen van wie meteen, op wie misschien dan wel een labeltje wordt geplakt van ja, maar u heeft een migratieachtergrond. Als ik het niet doe, dan kunnen de anderen het niet. Dat is de rol. Ook, zo zie ik het ook voor vrouwen in de politiek. Als ik het niet doe, dan ben ik het niet waard om deze positie te hebben. Dat is echt mijn stellige positie. Je moet deze dingen doen om plaats te maken voor anderen en de ruimte te creëren. Dat is de rol ook van de politiek. Of het nu gaat over zorgpremie, leenstelsel, wat dan ook. De politiek gaat om veranderen en verbeteren. Met die woorden gaan wij afronden. Ik ga staan. Dames en heren, onze gast Sigrid Kaag. Nou, dank u wel. Roderick Velo, Dominique van der Heijden, Abdelkader Ben Ali. Dank u wel. Ja. Ja, dat applaus komt jullie enorm toe. Dank jullie. Dames en heren, dan richt ik mij tot u. Blijf er nog één minuut zitten. Want dit is de laatste aflevering van seizoen 3.
De vraag of dit programma doorgaat en zo ja in welke vorm gaan we de komende 2 weken beantwoorden. Ik ga in ieder geval deze gelegenheid gebruik maken om een aantal mensen te bedanken. Want je kan nog zoveel leuke namen bedenken en interessante gasten, maar het moet uiteindelijk gerealiseerd worden. En daar wil ik 2 namen voor noemen die daar een buitengewoon warm applaus voor verdienen. De redacteuren Marlijn Geurts, die zit daar. Rogaja Sek, die zit. Rogaja, waar ben je? Daar. John de Zwart en Maartje Hofhuis. Ik wil ook ontzettend graag bedanken, want je kan zo'n plan bedenken en het moet uiteindelijk moet de techniek goed zijn, er moet een decor gemaakt worden. En er zijn 2 mannen die daar een enorm applaus voor verdienen. Dat zijn Roland en Victor. De heren, veel dank. Dank jullie wel. Daarmee zijn we aan het einde gekomen. Dank ik jullie ontzettend voor de opkomst en de aanwezigheid. Zoals u weet, voor de mensen die vaak geweest zijn, praten we heel graag met u na aan de bar. Tot zover, tot de volgende keer. Dank jullie wel.